Oh, we staan bijna stil. 4 punt. Oh. Hij haalt het gewoon niet. Welkom, dames en heren, bij een nieuwe aflevering. Een gloednieuwe aflevering van No Limits 2. In deze aflevering gaan we natuurlijk 8 banen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En de allereerste mail is ingezonden door Bart. En ik weet niet of het onze Bart is, of is het gewoon een andere Bart. Dat kan natuurlijk ook, maar waarschijnlijk is het onze Bart, waar we altijd Bart zeggen. En hij zegt, hey Vincent, hallo, het is trouwens een heerlijke zonnige dag. Dus mocht je de zon af en toe flink in die webcam zien schijnen, dan weet je dat het daar buiten aan die zon ligt. Ja, mijn raam zit precies daar en ja, oké. Okay. Hey Vincent, ik heb weer eens een paar achtbanen voor je gemaakt en samengevoegd in één park. Ze hebben allemaal een beetje een bosthema. De beste zitplek voor alle achtbanen is aan de kant waar je niet instapt in de midden. Meestal stoel nummer 2. Je kan het beste beginnen bij de Wilde Muis achtbaan en dan met de klok mee. Het zijn 5 achtbanen. Veel plezier. Groetjes van Bart Koster, ook te vinden op YouTube. PS, ik hoop dat het werkt. Hij heeft 2 bestanden opgestuurd, Forest en Forest 2.0. Dus we beginnen gewoon met Forest en daar word ik gewoon gedropt in deze eerste houten achtbaan. En die heet de Woodcutter. Ja, en ik zie hierboven nog een achtbaan lopen. Kijk eens even, wat een timing. Leuk gedaan. En we gaan eerst genieten van deze houten achtbaan. De Woodcutter. Hij gaat niet zo heel hoog. Misschien dat het op heuvels is gebouwd, dat we weer sneller naar beneden gaan. Dan moet ik even kijken als we bovenaan zijn. En dan kan ik in ieder geval de kilometer schokken hoe hard wij gaan in deze achtbaan. Ik zie daar nog een groene baan, een rode en nog een donkergroene. Een beetje een baronachtige baan. Ook weer in die groene standaard kleuren. We gaan beginnen. Ik denk dat deze de 70 kilometer haalt. Dat is mijn gok. Dan gaan we naar beneden. Hoppakee, we halen wel meer dan 70, 78 kilometer per uur. Een lekker stel bochtje. En dit doet me denken aan een RMC coaster. Het is ook een RMC coaster. Lekker speels en hopelijk ook nog in versies. Vet dat hij in ieder geval... Kijk, dit is een mooi voorbeeld. Iemand had een keer 20 achtbanen in één map gedouwd. En dat gaf gewoon wat lag, omdat het gewoon zoveel moest inladen. En nu zijn het gewoon 5 achtbanen in één map. En dat is gewoon heel fijn, want dit werkt gewoon lekker vloeiend. En ik weet dat de mensen in de comments hadden gezet van Vincent, zet je settings lager en dan is het daarmee opgelost. Nee! Ik ben gewoon eigenwijs. Ik ga niet die settings lager doen. Ik wil gewoon lekker ultiem genieten op elke, gewoon op deze graphics van het spel. En ik word getrild. Hoppakee, weg met die telefoon. We zijn nu aan het opnemen. En ik zie daar een wilde muis. Maar we komen hier bij het station. En dan gaan we in ieder geval verder. Een zwart pad. Lijkt net een soort asfalt. We gaan naar de volgende coaster. Oh, hij had instructies gegeven in de mail. Hij zegt, je kan het best beginnen bij de Wilde Muis achtbaan. Nou, weet je wat we doen? We beginnen gewoon bij de Wilde Muis. Hij zei met de klok meegaan. Dus in principe maakt het dan niet echt uit. Maar ik zal bij deze dan gewoon in de Wilde Muis stappen. Multiplier tracks on a block detected. Ik weet niet of het erg is. Maar het leek op een soort foutmelding. Ik ga gewoon lekker zitten in de achtbaan. Ik hoop dat alles gewoon goed werkt. En anders moet ik de map nog een keer opnieuw gaan laden. En dan komt het allemaal goed. Wat ik nu zie, alle achtbanen die draaien. Dus hopelijk komt het wel allemaal goed. Dit is de Forest Mouse. Ja, eerst had die Woodcutter. En de boomhakker, zeg maar. En dit heet dus de Forest Mouse, de bosmuis eigenlijk. Dus inderdaad, hij heeft alles in het thema gezet van, van wat je ziet, hè, de bomen en de bossen en zo. We gaan nu al lekker spinnen in de Forest Mouse. We gaan naar beneden, hoppakee, rond de 55 km per uur. Dat is een mooie snelheid voor een wilde muis, denk ik zo. Nou, gaan we nog een beetje spinnen, want ik zit precies... Oh, een crash in de Forest Dive. Dat is niet goed. Dat is zeker niet goed. Dat betekent dat we dadelijk de map opnieuw moeten laden. En dan kunnen we in ieder geval wel een ritje maken in de dive coaster. Ik weet ook niet of ik dingen vooruit heb gespoeld. Misschien dat het daardoor aan ligt. Hè? Hij heeft het niet gezegd in de mail. Hij zegt, ik hoop dat het werkt. Dus misschien heeft hij wel een foutje ontdekt. In ieder geval in zijn park. Maar hoopt hij gewoon dat het wel bij mij goed komt. En overal is een oplossing voor te vinden. We gaan naar de volgende achtbaan. En dat is de Forest Hopper. Ja. Nou, ik wil natuurlijk even vooraan zitten. Stoel 2, zei hij. Dus ik ga gewoon ook in stoel 2 zitten. Dit is C2. Zo, hij stapt heel raar in. Hij ging zo, zeg maar, die kant. En toen denk ik, ja, ik ga toch een rondje maken. De Forest Hopper. Ik zal hem wel een beetje vooruit spoelen. Ik bedoel, er is al een crash gemaakt met de dive coaster. Het kan niet meer heel erg misgaan. Wow, die bomen groeien gewoon door de achtbaan hierheen. Of door de rails eigenlijk. Heel erg gevaarlijk. Maar we komen in ieder geval bovenaan. En hij heeft natuurlijk al een paar andere rondjes gemaakt. Terwijl ik in de andere achtbanen zat. Dat scheelt natuurlijk ook. 15 km per uur. Hoe hard zullen we gaan? We gaan onder de grond. Dus halen we misschien wel de 90 km. Oh, nee. Ik ben echt slecht met gokken vandaag met de snelheid. 108 haalden we, geloof ik.
Nou, dit is dan stiekem een beetje een snelheidsduiveltje, maar een hopper die gaat eigenlijk onder de grond. En die komt er als een soort van slang, komt hij er weer uit. Nou, een slang doet me denken aan een jungle en dan zou het meer een worm zijn, weet je wel. Zo'n dikke worm die hier leeft in de bossen. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn als je een beetje je fantasie gebruikt. Wow, wat een rook. Dat is voor de dive coaster. Daar ging het natuurlijk mis net met die crash. Sowieso. Nou, en hier aangekomen. Dit vond ik een hele toffe baan. Ik vond deze echt goed. Ja. Nou, we gaan naar de volgende. En dat is volgens mij de dive coaster. We hebben nog een andere achtbaan die we nog niet hebben gedaan. Even koekeloeren. Ze hebben die gedaan. De houten achtbaan. De blauwe moeten we nog doen. En die staat precies klaar om bestreden te worden. Dus we gaan ook weer op stoel nummer 2 zitten. Want dat heeft hij toen gezegd. Van ja, je moet op stoel nummer 2. Dat is daar. Hoppakee, zit ik nou goed? Nee, ik zit op de eerste stoel. Nou, maak het uit. Dit heet de Forest Lounge. En zoals het al zegt, de bossen lanceercoaster eigenlijk, worden we ook gelanceerd. Met misschien wel 100 km per uur. Ja, ik ga nou een beetje hoger gokken, want ik denk dat het gewoon snel... 100! Oh mijn hemel, het is ook gewoon 100 km per uur. Dat is echt toevallig. Gaan we hier over de kop. Heerlijk. Extra van die ondersteuning heeft hij gemaakt. Waarschijnlijk kost hem, ik denk het wel. Nou, wel wat veel ondersteuning. Maar hier klopt het wel weer. Net vond ik het een beetje veel. Leuk dat hij zo helemaal die schuin die stangen hebt. Dat ziet er echt vet uit. Gaan we hier schuin omhoog. Ja, dit is ook een hele goede layout. Ik merk gewoon aan al deze achtbanen van Bart. Bart stuurt vaker goede banen. Ik geloof dat dit echt onze pacht is, geloof ik. Ik geloof het wel. Die maakt altijd wel goede baantjes. En op het einde is ook wel leuk. Ik blijf nu expres even zitten voor het laatste bochtje. De Lost Gravity bocht, zo noem ik het altijd. Gaan we... Oh, dit is zo vet zo. Dit is echt gaaf voor het einde van zo'n achtbaan. Een uniek idee, denk ik zo. Nou, we gaan nu naar de dive coaster. Dat heeft hij ook gedaan bij de dive coaster, zie ik ook, bij de laatste bocht. Maar hij is gecrashed. Ik weet niet waar hij is gecrashed. Ik zal even kijken. Waar is dat karretje? Ik zie hier het karretje. En we hangen op zijn kop. Nou ja, ik zit er nu niet in. Daarom ga ik het spel even opnieuw laden. En dan, ja, ik ben benieuwd wat die 2.0 is. Misschien is dat een verbeterde versie van deze map. Weet je wat, ik ga hem gewoon laden. Ik kijk dadelijk wel, want ik ben een beetje eigenwijs. Want anders duurt het weer lang met laden. Want als ik nu de map opnieuw doe, dan is die heel snel weer geladen. En dan is het veel beter natuurlijk. We gaan hier genieten van deze dive coaster. De laatste van deze map, de Forest Dive. Daarom weet ik niet wat, zeg maar, zijn 2.0 map is. Misschien een verbeterde versie. Maar ja, ik ga natuurlijk... Hij zegt, ik heb 8 banen gemaakt. Een paar 8 banen. Maar hij heeft niet gezegd hoeveel 8 banen. Dus misschien... Oh ja, het zijn 5 8 banen. Ik denk, ja, dit is de 5e. En dan weet ik niet waar die 2.0 voor staat. Misschien een verbeterde versie van deze map. Dat kan natuurlijk ook. Of gewoon een extra backup map. Dat kan natuurlijk ook. Bovenaan gekomen. Gaan we naar beneden. En dan moet ik natuurlijk weer de snelheid gaan raden. Nou ja, dat moet natuurlijk niet. Maar dat wil ik gewoon graag. Ik denk dat wij een kilometer of... laten we weer in 100 schokken. 97. Dat vind ik een leuk aantal. We gaan naar beneden en we halen 111 kilometer. Dat is nog sneller dan dat ik dacht. Ik wou eens schokken op 100, maar dat vond ik weer cliché. Dat we daar natuurlijk die lanceercoaster bij hadden bedacht. Hier liep hij dus even vast of zo. Maar het gaat tot nu toe goed. Verliezen wel snelheid. Oh, we staan bijna stil. 4 punt. Oh. Hij haalt het gewoon niet. Nou, ik heb de 2.0 map geopend. En ik ga even kijken of hij het nu wel haalt. Want dan moet ik er wel in. Ja, hij doet het nu wel. Oké. Nou, dan had ik beter eigenlijk gelijk de 2.0 moeten openen. Dan kunnen we wel genieten van deze achtbaan. En dat scheelt natuurlijk... Wow, oké. Ik stoot bijna mijn harsjes tegen die balk. Ik denk ook dat ik sowieso mijn harsjes heb gestoot. Maar dan kunnen we in ieder geval wel genieten van de rit nog. En hoppakee, wat airtime, heuveltjes natuurlijk. En dan komen we hier bij het einde. En ik wil die bocht natuurlijk wel even meemaken. Ik denk ook dat het karretje wel tegen die rails aankomt daar. Het is wel allemaal krap op elkaar gebouwd. Maar in ieder geval, we halen wel de finish. Dat is heel mooi. Bedankt voor je inzending, Bart. Ik vond het een leuk mappie. En op naar de volgende mail. Dag Vincent. Hallo Barry. Ik heb weer een achtbaan voor je gemaakt, genaamd The Devil of the Forest. Hij is 44 meter hoog en 943,9 meter lang. De snelheid mag je uiteraard zelf raden. Ik hoop dat hij je bevalt. Met vriendelijke groeten, Barry de Boer. Nou, bedankt meneer de Boer voor jouw achtbaan Devil of the Forest. Je hebt in ieder geval iets heel moois van gemaakt als ik zo om me heen mag kijken. Ik zie ook een prullenbakje. Er verschijnt zo'n... Oh, er zit... Hij zit helemaal vol, joh. Jeetje. Maar dit ziet er heel mooi uit. Gewoon een leuk pleintje. En ik denk dat dit... Ja, dit is de uitgang. Waarom loop ik... Als ik weet dat dit de uitgang... Ik loop gewoon door. Oh, kijk nou. Je moet hier gewoon instappen met zo'n hekje. En dan gaan we hier zo naar boven toe. En dan kunnen we hopelijk... Zijn we op tijd? Of ben ik te laat? Ik ben te laat. Jammer dit. Nee hoor, ik ben nooit te laat. Kijk eens even. We kunnen... Wow! Gelijk een soort vrije val idee. Gaan we helemaal naar beneden.
van die heuvel af. En dan komen we hier bij de eerste optakeling. Volgens mij is dit zo'n Infinity Gerstlauer coaster, denk ik. Zo'n gevoel heb ik nu. Nou, de kettinglift die pakt ons op. En dan gaan we in ieder geval omhoog. Oh, dat zijn van die Formule X karretjes volgens mij. Van die 3-fliet Formule X karretjes. Zo noem ik die dingen altijd. Dit wordt de laatste achtbaan van deze aflevering. Ja, en ik vind het echt een heel mooi plaatje. Jammer dat er geen custom station is. Dat mis ik eigenlijk nog. Maar over het algemeen ziet het er wel heel mooi uit. Dat is misschien een hele leuke uitdaging voor in de toekomst. Voor Barry. Om een custom station te maken. Want je werkt al met custom scenery, zag ik al. Aan de hekjes die je had geplaatst in het begin. We gaan... Oh, ik zou de snelheid raden. Ik ben het helemaal vergeten. Hij ging rond de 85 km per uur, zag ik. Sorry, ik was het helemaal vergeten. Nou, het gaat lekker zo. We gaan zelfs door de... begin gaan we langs een soort torentje eigenlijk. Hè? De optakelingtoren, daar gingen we onderdoor. Nou, hier wat inversies. Ik vind het een hele... ik vind het een hele speelse baan eigenlijk. Het gaat wel goed. Zo, lekker bochtje naar beneden. Haalt de snelheid er wel weer in. Gaan we hier over de kop, lekker hoor. En dan komen we aan bij het einde. Of is dit... Oké, wordt het een lancering? Oh, dat is heel apart. Had ik liever gezien dat die lancering gewoon een recht stuk was. In plaats van nu dat hij een beetje schuin loopt. Maar ik vind het wel tof dat er gewoon nog een lancering in de baan zit. Wow. Oké. We gaan over de kop. Dat is heel bijzonder. En ook net dat er een paal in één keer in het midden van de baan stond. En we zijn bij het einde. Nou, ik vond het een heel tof project. Bedankt voor je inzending. Maar, de achtbaan die heeft gewonnen. Daar gaan we nu naartoe. Ik heb een keuze gemaakt. Ik ga voor de gelanceerde Lounge Forest of de Forest Lounge van Bart. Hier kan je hem bewonderen. De blauwe achtbaan was een leuke rit. En ook lekker veel kracht. Leuke heuveltjes, leuke inversies. Ik vond het gewoon de winnaar voor deze aflevering. Maar misschien is dat in jullie ogen wel heel anders. En hebben jullie een andere achtbaan in petto. Of in ieder geval de winnaar voor deze aflevering. Laat het in de comments beneden achter. En tot de volgende keer bij No Limits 2. Lekker zonnetje. We kunnen er nog steeds van genieten in deze aflevering. Tot de volgende keer. Doei doei.